bij een nieuwe video van Team Andy. Ik zit hier met Marieke. Oh. Marieke Harrewijn, coach, personal trainer bij Pure Coaching. Ja, en we hebben net een klein stukje gehad over training. Dat is in de vorige filmpje. Nu hebben we een echt even apart onderwerp voeding. Ja. Vaak ook wel belangrijke. Vooral denk ik met topsport is het super belangrijk. Ja. Ik denk altijd als jij gewoon lekker fit wordt, dus 50-50, lekker balans, geniet van je leven. Maar ik denk dat daar ook een beetje mensen het altijd een beetje lastig vinden. Wat is dan voeding en waar moet je dan houden? Neem ons mee in het stukje voeding richting een wedstrijd. Ik denk dat het wel interessant is. Ja sowieso hè, voeding, even in het algemeen denk ik dat tegenwoordig sowieso mensen te weinig weten van voeding. Daardoor ook maar klakkeloos wat doen. Wat heel makkelijk kan zijn. Richting een wedstrijd. Vroeger hanteerden we echt wel veel oldschool bodybuilding methodes. Hè? De rijst, de kip, de broccoli. Ja. Daar ben ik best wel van afgestapt eigenlijk. En hoe komt dat? Omdat het uiteindelijk ook voornamelijk om een calorietekort draait. Ja, het is geen rocket science. En als ik een wedstrijdvoorbereiding relaxer kan laten zijn door ook producten te laten eten die hartstikke clean zijn, maar wel lekkerder zijn dan droge rijst, wordt het en leuker en makkelijker en beter vol te houden. En ben ik van mening dat ze ook minder het contrast krijgen met goed en slecht. Ja. Want dat is een van de grootste valkuilen die ik gezien heb de afgelopen jaren. Ja. En dat heb ik echt wel heftig gevonden. Dat het echt vergis je niet in wat zo obsessief met voeding omgaan kan doen. Ja. Ik heb daar veel meiden een eetstoornis door zien krijgen. Ik heb zelf ook heel veel problemen gehad met eten daardoor. Omdat als ik een hapje van een koekje nam, dan had ik gefaald. Want dat stond niet in mijn schema. Dat kan niet, dat mag niet. Dus komen er vreetbuien. Ja. Je gaat een negatief gedachtenpatroon ontwikkelen waar vreetbuien in voorkomen. En hoe vaak je dat herhaalt, hoe erger je daarin blijft. Ja. En dat is wat ik merk, dat vooral bij vrouwen de grootste valkuil is met voeding. Dus ik probeer ze echt te leren, ook mee te laten denken, maar ook te laten inzien wat voeding is. En dat chocopops bijvoorbeeld, gepofte rijst met een chocoladelaagje, niet slecht is. Tuurlijk zit er suiker in, maar dat zit bijna overal in. Ja. Weet je wat ik wel eens doe met mijn klanten? Dan zeg ik, en dan vraag ik, wat is dan gezond en wat is dan ongezond? Dan zeg ik, als we een frikandel en een banaan bakken, wat is dan gezond? Ja, banaan. Oké. Maar als we dus een frikandel en een avocado pakken, wat is dan ongezond? Ja, frikandel zeg ik. Ja, maar in een avocado is wel een kilocalorie. Ja, er zit dubbel aan calorieën in, bij wijze van. Maar eigenlijk, je kan het allebei eten. Het is niet dat jij vanmorgen dood zou gaan omdat jij een frikandel eet. Nee, relatie met voeding blijven behouden. Ja. Want geen enkele dame mag zich zo voelen zoals ik me wel eens gevoeld heb daarmee. En hoe kwam dat dan, dat jij dan daar zo in bent gekomen door de voeding? Ik denk ook gewoon het obsessieve van dit moet ik eten. En als ik daarvan afwijk, dan gaat mijn pret naar de kloten, denk ik. Ik weet niet eens meer precies hoe het ontstaan is, maar het is één keer uit een onzeker moment volgens mij begonnen. En wat gebeurt er? Hè? Je hebt, hoe zeg je dat zo mooi? Er komt een emotie en dat zorgt ook weer voor een bepaald gedrag. En een actie. Die actie, het pakken van iets wat niet in mijn schema stond, wat mijn prep in gevaar bracht. Hè? Natuurlijk, als ik een paar blokjes chocola eet. Maar mentaal dacht ik, fuck, ik heb het verneukt. Weet je, wat is niet oké? Ga je je schuldig voelen, je gaat het gevoel dat je gefaald hebt. Ga je doen, je voelt je weer kut. Ik heb het nu toch afgepest. Ja, ga je weer eten. Ja, in plaats van één handje chips, dan gelijk een hele zak. Ja. En hoe vaker dat die gedachte komt, hoe erger dat gevoel eigenlijk werd. En hoe meer ik dacht, boos op mezelf werd. Shit, ik kon dit gewoon. En echt hele negatieve gedachten gaan het overnemen. Waardoor je nog obsessiever met het eten omgaat. Dat ik echt wel dingen gewoon kopen, gewoon vreten en vervolgens gewoon gaan overgeven. Ja. En dat is niet oké. Okay. En toen realiseerde ik me, dit is niet goed. Dit kan niet zo zijn. Dat dit door sport gebeurt. En toen ben ik daar zelf, heb ik het gewoon voor mezelf gewoon even helemaal losgelaten. En zelf
ingevuld. Dat gaf de druk, dat haalde er vanaf eigenlijk. Dat ik niet meer het gevoel had, ik moet dit volgen. Want alles wat ik moest, dat zorgde voor stress, onrust. Ja, ja, waardoor ik weer geneigd was om daar buiten te gaan eten. Want ik mag dat niet, ik mag dat wel, weet je wel. Ja. Het sloeg helemaal nergens op. Ik heb mezelf helemaal gek gemaakt eigenlijk. Okay. En ik had echt een wedstrijd weer nodig om weer in shape te komen. En dat was op een gegeven moment dat ik dacht, dit ga ik met mijn meiden anders doen. Want toen ik meer ging coachen, ga je zien dat heel veel mensen dat probleem hebben. Heel veel praten er niet over, al doen ze dat nu al steeds meer. Maar toen dacht ik, zij mogen niet in hetzelfde gat vallen als ik. Nee. Dus ja, natuurlijk heel wat jaren gecoacht en veel dingen uitgeprobeerd. Vooral na de wedstrijd is echt een cruciaal moment, want dan mogen ze weer. Ja, wat wil ik zeggen, want je hebt natuurlijk na de wedstrijd en daar ga je dan, dat zei je ook, dus tussen de 8 en 6 weken ga je wat strenger, dus hou je bewerkte voedsel, hou je eigenlijk een beetje uit. Dus ja, dan ik doe dat echt wel iets minder. Ja. Ja, maar wat ik zeg, het is echt puur voor hun mind hoor, dat ze dan denken, oh ja, nu moet ik echt honger lijden of zo. Ja, en dat is wel vaak, ja. of dat, ik heb toen zelf 1 keer een fotoshoot gedaan, toen ben ik ook, en ik ben dan wel, zelfs als jou, dit is het en meer dan dat doe ik niet. Ja, en dat is ook gewoon goed, hè? Dat is de juiste instelling, want dat brengt je bij je doel, simpel. Maar, ja, ik denk wel dat de mensen eromheen, die vinden je een beetje doorslaan. Ja. Maar het is wel, kan je bijvoorbeeld een week van tevoren, hè? Dat noemen ze de peak week vaak, hè? Wil je dat dus beschrijven, hoe dat gaat met het eten? En dan de wedstrijd en dat we dan kort doornemen van wat daarna, want daarna is juist. Ja, daarna is echt, dat is echt het dingetje. Peak week, sowieso bij iedere atleet weer anders. Eigenlijk net zoals ik met trainen aangaf. De ene heeft een verbranding van hier tot Tokio, die doet in de peak week niet veel anders dan die weken daarvoor deed. Goed is goed. Ik ben tegenwoordig afgestapt van gekke trucjes uithalen met vochtmanipulatie en dat soort dingen. Ik heb in mei met de atleet op het EK in Spanje gestaan. Ja, was super tof. Was mijn eerste buitenlandse ervaring in mijn eentje als coach. Dus het was best spannend. En ik ging het op een andere manier doen dan hoe ik het voorheen met mijn partner deed. No bullshit. Gewoon op tijd beginnen met droog trainen. Bijstellen waar nodig. Gaat ze uitleffelen, stapje omlaag, zorgen voor die nieuwe prikkel in voeding. Dus ik heb haar eigenlijk richting de wedstrijd stapjes afgebouwd. Doordat de atleet natuurlijk is, wilde ik haar niet te weinig laten eten. Hoeveel kilocalorieën moeten we dan aan denken? Wat heeft zij gegeten? Ik denk dat zij, dat is ook weer dus zo specifiek afhankelijk als er eentje in de off-season. Ik heb zelfs die 4000 calorieën wegdrukken. Ja, die eten echt nog wel. Het is de 2000. Ja, sick hoor. Kleine meisjes hoor. Echt, niet normaal. Ja, dat dacht ik ook. Maar dus die eindigen veel hoger qua calorieën dan iemand. Maar laten we die. Ik neem even inderdaad dat meisje eventjes. Ik denk dat zij in haar laatste week rond de 1400 calorieën gezeten. Zij kan ook wel flink eten hoor in de off-season. Dus zij kon dat ook wel hebben. Misschien in de laatste paar dagen daarvoor heb ik haar nog iets verder leeggetrokken. Zal ze rond de 1200 misschien een keer ergens gezakt zijn. Niet dat je in een paar dagen natuurlijk ineens 10 keer zo droog bent. Hè? Daar is dat niet voor. Nee. Dat is ook een beetje het gevoel, hè? Het leegtrainen. Ik wil ook niet dat zij nog te veel eet, dat ze een bolle buik heeft. Want ik ga wel in die laatste dag daarvoor, of de dag daarvoor al, als ik vind dat ze wat leeg en plat oogt, ga ik haar meer laten eten, meer koolhydraten. Ja. Want het lijf, het vetpercentage is zo dusdanig laag. De spieren, die willen wat. Hè? Die hebben honger. Ja. Dus ze niet te veel krijgen. En ze traint wel. Ze doet wel cardio. Gaan die geen voorraadjes natuurlijk komen neer. Dus dan ga ik haar weer rustig laten opbouwen. Dan ga ik haar eerst weer met 200 bij wijze van spreken omhoog zetten. Voornamelijk carbs. Zout en koolhydraten. Koolhydraten. Algemeen normaal Nederlands. Je hebt Janneke taal. die koolhydraten ga ik dan ook opbouwen. Ik heb haar gewoon normaal laten drinken. Gewoon blijven drinken wat ze al deed. Zij kampte sowieso ook met een vrij lage bloeddruk. Dus haar zout hebben we echt ook goed gehouden. Dan moet je ook niet switchen, niet te hoog. Nee. We hebben voorheen dan wel eens, mijn eigen eerste wedstrijdvoorbereiding, heb ik ook die zoutwatermanipulatie gedaan. Toen moest ik kapot veel zout nemen. 6-7 liter water drinken. Ja, dat moest ik ook. Ik ben daar geen voorstander van. Ik
Dus zo'n aanslag op je nieren. Ja, ja. Ik heb daar ook... ik zelf na die wedstrijd was binnen een week 10 kilo zwaarder. Met voornamelijk vocht. Zoek enkels. Ja, ja, dus dat doen we niet. Er zijn heel veel supplementen die op een natuurlijke manier gebruikt worden. Van Excel Nutrition, whatever. Dat gebruik ik nu. Maar bij die dames hoeft dat onderhuidse vocht. Wat bij mannen, bodybuilders, dat ze echt die filterdunne huid krijgen. Dat hoeft niet bij die meiden, weet je. Dus ook bewust niks geks gedaan. Ook met haar, wat ik zeg, van met haar bloeddruk. Ik ga niet rommelen met iemands gezondheid. Nee. Dan heb ik liever dat je iets minder hard op het podium staat. Maar dat ik geen risico genomen heb dat jij daar KO gaat. Ja. Dan dat ik dat ga pushen en op de gok ben geen arts. Hè? Dus nee. Alles wat niet buiten mijn professie ligt, daar schakel ik een expert voor in. Ja, nice. Mooi. Dus zij is eigenlijk heel relaxed en heel fijn die prep doorgegaan. En zij heeft helemaal geen echt zwaar gevoel gehad. Doordat we dat geleidelijk aan hebben laten zakken. Zij niet achterlijk cardio heeft hoeven doen. Zij gewoon kon blijven drinken. Want andere meiden ook op die wedstrijd, ja, die liepen er echt als zombies bij. Waarin mijn atleet echt nog gewoon stond te stuiteren. En was ook al moe. En ik moest ook dutjes doen overdag. Maar ze had nog voldoende. Dus, en dan ga je per dag kijken. S'avonds poseren. Zodat die koolrijtjes ook weer een beetje rondgepompt worden. Ja. En wat doe je dan poseren? En dan heb je dan ook elastieken? Wat zie je dan ook? Nee, als ik, zoals toen op de wedstrijden, dan deden wij echt s'avonds poseren. Echt gewoon met een uur lang hakken aan. En gewoon constant het rondje bij je podium moet doen. Ja. Benen aanspannen, goed staan, rug uitzetten, draaien, lachen. Dat vraagt ook heel veel van die spieren. Hè? En zo blijf je die routine er constant inslepen. Zodat als ze dat podium op gaat en stel ze heeft spanning, ja, dan is het een automatisme wat ze doet. Ja. En niet van blackout, ja. Sta je daar in Spanje voor, sta je met 30 man op het podium. Ja, dat wil je niet. Nee. Dus ja, eigenlijk laat ik dat niet zo heel... Het maakt er niet iets heel bijzonders van. Nou, dus eigenlijk een beetje richting de wedstrijd wat je bij haar, bij haar of hè, nog wel voor de rest. Ja. Echt, dus voor dat meisje, elke keer... Ja, we hebben de voeding rustig afgebouwd. Dat doe ik in principe met alle atleten zo hoor. Rustig afbouwen, hè, want ze moeten natuurlijk droger worden. En hun lijf past natuurlijk op een gegeven moment ook wel ietsjes aan. Dus ik wil wel dat die verbranding optimaal blijft. Ja. Dus hè, dan geef ik een nieuwe prikkel met de voeding door hem ietsje lager te zetten... Wisselen van voedingsmiddelen, dat doe ik de laatste weken niet meer. Want stel, ik wissel met iets en haar lijf kan daar ineens niet tegen. Ja, ja, dat is kut. Dus dan ga je op 7. Dan kijk je ook weer naar, hè? Wanneer met je voeding. Dus wanneer, wat doet vetten met het lichaam? Wat bijvoorbeeld. Doet, koolhydraten met het lichaam? Maar voornamelijk echt gewoon specifieke voedingsmiddelen. De een kan beter tegen rundvlees dan de ander. Weet je, of dingen die ze absoluut niet lusten. Of waar ze toch een lichte intolerantie voor hebben. Ja, bij sommigen haal ik toch echt de zuivel er zoveel mogelijk uit. Omdat dat toch wat extra vocht vast kan houden. Ik heb daar veel dingen over gehoord dat het wel zo is, niet zo is. Ik ben daar voor mezelf niet helemaal 100% uit. Zullen we kijken, bij ene wel vast, precies, bij dus ik niet. Kijk weer gewoon puur naar wat haar lijf doet. En ik heb natuurlijk zoveel lijven gezien in al die jaren. Dus ik kan echt op bepaalde punten zien dat ik denk, hey, ik ben nu iets minder scherp op je buik. Dus oké, we gingen laden, maar nu heb ik je iets overladen, dus dan kan ik hem weer terugzetten. Ja, en dan laden ben je dat, is natuurlijk. Ja, iets de koolhydraten eten. Gaan uppen, weet je wel. Ja. Hè? Echt dat de spieren gaan opvullen. Maar ja, daar zit ook een grens aan. Dus als ik denk, hé, hey, wacht even. Nu vind ik de buikspieren bijvoorbeeld ietsjes minder scherp ogen. Ja, dan heb ik er net iets veel gegeven, maar ik begin daar op tijd mee dat ik de volgende dag dat weer kan compenseren. Ja. En dan trekt dat weer recht. En sowieso niet te veel eten op de dag van de wedstrijd. Want je wil niet met zo'n pens op het podium staan. Nee. Ja, dat is ruk. En je wil ook niet 100 keer naar de wc moeten om te plassen. Want ik plak die bikinibroekjes vast aan hun kont. Dus dat is niet chill als je dat ook in los moet trekken. Ja, 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 weet je. Dus dat zijn allemaal kleine dingetjes. Maar ook dus persoonsafhankelijk. Ook wat ze op de dag van de wedstrijd zelf eten. Vaak hou ik dat op dezelfde manier als hoe ze al aten. Vaak zijn dat rijstwafeltjes, er zit nog pindakaas op of ik doe ze met een chocoladelaagje. Ja, ook wat lekkers, maar ook weer wel beter opgenomen. Bij iedere maaltijd wat slokjes ook drinken, zodat dat natuurlijk ook weer getransporteerd kan worden. Ja, vooral met de vocht en de voeding en zo heb ik echt wel gemerkt belangrijk, wel goed blijven drinken. Ja.
Dus hè, dan afbouwen richting de wedstrijd. Maar na de wedstrijd, we hadden het net al over en dat zie je vaak ook. Iedereen gaat weer van god los. Ze gaan naar de Mac, ze gaan pizza's halen. Eigenlijk alles eten wat ze niet hebben gegeten. Ja. Sommigen met een taart achter de backstage. Nou, mijn eerste wedstrijd had ik gewoon een tas voor mijn sportspullen en alle shit. En een tas met eten. Ik heb denk ik alles door elkaar gegeten. Maar zoals ik net al zei, ik heb na mijn eerste wedstrijd... En dat zal voornamelijk ook door de vochtwatermanipulatie komen met al het zout. Maar ik had ook geen nazorg naar mijn wedstrijd. Ja. Dus ik zat na een week nog steeds 's ochtends met roze koeken te ontbijten. Ja, wist ik veel, weet je. Ik pakte gewoon lekker mijn eten weer op daarna, weet je. Ik wist het niet. Maar ik was dus echt binnen een week... Op het podium sta je eigenlijk gewoon heel lelijk uitgehongerd en uitgeroogd. Ja. Jouw lijf is net een spons. Alles wat daarna erin gaat, denkt jouw lijf... Ja, maar straks ga je maar weer uithongeren en uitdrogen. Dus ik ga alles vasthouden. Ik liep dus binnen een week met zulke enkels. Ik werkte op de fitness als instructeur. Ik kon niet meer lopen. Maar ik was echt gewoon 10 kilo zwaarder na een week. Boah. Mijn lijf heeft zo'n tik gehad daarvan. Hoe, dacht, hoe zwaar was je op de wedstrijd ongeveer? Volgens mijn eerste wedstrijd 2013, man. Dat is lang geleden. Dat wat zou ik gewogen hebben. Een kilootje 8,49 denk ik. Ja, maar het is wel een tijd terug. Hè? Je hebt natuurlijk wel wat spiermassa erbij opgebouwd in de afgelopen... Ik weeg nu zo'n 57, 58 kilo. Oké. Okay. Dus. Ah, dat is netjes. Ja, dat is mooi. En ik zag er op zich prima uit hoor, toen. Alleen, ja, ik schrok wel echt wat dat met mij deed daarna. En dat was wel het eerste ding dat ik realiseerde, hey, wow. Toen ik zelf ging coachen, zoals ik daaruit kwam, dat is niet oké. Okay. En hoe ga je dat, hoe pak je dat op? Je bent op je mooiste fysiek, maar daarna... Ten eerste mentale voorbereiding. Ik bereid die meiden echt zo goed mogelijk voor op het feit dat hun shape op het moment van de wedstrijd niet realistisch en gezond is om te behouden. Want wat ik zeg, je bent uitgehongerd en uitgedroogd. Kun je niet behouden. Te laag vetpercentage. Dus ik vertel ze heel duidelijk dat ze zeker binnen de eerste week, twee weken, echt al wel 5 kilo erbij op gaan krijgen. 5 kilo is een beetje gemiddeld, wat ik meegemaakt. Dat is gewoon oké, netjes. Maar zij kunnen alleen zorgen dat hun lijf op een zo goed mogelijke en rustig mogelijke manier in een toch nog redelijke shape weer opbouwt. Als zij gewoon luisteren naar wat ik zeg. Dag van de wedstrijd, 's avonds mogen ze echt gewoon lekker eten. Genieten van, afhankelijk van hoe steady ze mentaal zijn, mogen ze ook de volgende dag gewoon nog even lekker eten. Daarna krijgen ze van mij 2 lage dagen waarin ze minder koolhydraten eten. Waardoor ook wat extra vocht ook weer afgevoerd wordt. In die 2 dagen zorg dat ik een nieuw voedingsschema voor ze heb. Wat net wat hoger ligt dan waar zij mee geëindigd zijn ook. Ja. Dus ik ga ze eigenlijk gewoon reverse, ga ik ze weer opbouwen. Ja, dus stel, ze waren op 1400 kilocalorieën. Ja, 6 of 15 of zo, weet je wel. Hè? Vaak pak ik het schema en dan pas ik daar de hoeveelheid op aan. En uit ervaring weet ik nu ongeveer van oké, dan zit er 100 bij op. 50 bij op, whatever. Afhankelijk ook wel van hoe de dame erin staat, hoor. Dat gewoon een week lang. Gewoon weer een cheat moment in het weekend. Waar ze voor mij calorieën voor krijgen. Daar moet je gewoon binnen blijven, klaar. Want anders merkte ik heb heel veel dingen daarin geprobeerd. Maar ze vliegen allemaal uiteindelijk uit de bocht. Ikzelf ook. Maar goed, rustig opbouwen. Per week gaan we gewoon kijken. Na een week wil ik ze ook graag zien weer voor een check-up. Dus ik wil gewoon even zien hoe het met ze gaat. Ik wil hun lijf kunnen zien. Kan ik ook gelijk zien of ze nog weer veel vocht vasthouden. En ik hou ook wat meer vinger aan de pols dan. Ja. Want het is moeilijk daarna. Want je mag weer en je ziet je lijf heel snel veranderen. En dat is echt moeilijk. Want je bent heel trots op dat je dat bereikt hebt. Want het liefst willen we dat zo houden. Maar het kan niet, die podium shape. Nee. Dus hoe rustiger ik hun eigenlijk weer telkens een stapje opbouw. Hoe vertrouwder zij daarin meegroeien. En hoe minder eng zij het vinden. Ze kunnen geleidelijk aan mentaal meegroeien in het aankomen weer, zeg maar. Ja. Zo doe ik het ook met bulken normaal bij ze. Vrouwen kunnen dat niet. Vrouwen kunnen niet in één keer. Niet bam. Nee, dus eigenlijk, weinig in ieder geval. Dus eigenlijk met het eten is het rustig afbouwen naar piekmoment. En heel rustig... Ook weer opbouwen naar een gezond vetpercentage. Ja, ik vind het belangrijk dat ze ook off-season netjes in shape blijven. Natuurlijk is het voller, maar ja,
alles wat jij erbij opvreet, moet er uiteindelijk ook weer af. Ja, en gaat het, een lijf niet fijner van voelen. Nee. Dus er zijn echt wel enkelingen die misgaan. En, maar ik probeer er in ieder geval alles aan te doen om ze de handvatten te geven om op een goede manier weer op te bouwen en weer terug die balans te zoeken. En ja, zoals ik dat nu gedaan heb de laatste jaren, ging dat best wel goed. Was ik echt wel heel trots op de meiden dat ze dat echt wel weer goed oppakt. En ook heel dankbaar dat dat zo lukte. Want ja, wat ik zeg, dat gevoel, dat wil niemand. Nee. Dat is niet leuk. Nee, maar mooi dat je dat ook voor jezelf als streven hebt. Ja. En kort, bijvoorbeeld, je hebt koolhydraten, vetten en eiwitten en kilocalorieën. Ja. Als jij nu een tip mag geven aan iemand die hier nu zit te kijken en die zegt van ja, weet je, ik wil eigenlijk ook wat voeding. Ja, letten. Op welke, je hebt eigenlijk vier dingen waar je op kan letten. Ja. Ik zeg al, vier is altijd te veel. Ik weet niet hoe jij je moet ergens beginnen. Ja. Ja, helemaal als meiden, mannen, vrouwen, whatever, echt net beginnen en dus ook niet zoveel van weten. Ik maak natuurlijk de schema's. Vaak laat ik ze eerst gewoon volgen. Gewoon dom volgen. Gewoon, ga maar eens leren, hè? Ritme, regelmatig eten, vaste maaltijden. En dan uiteindelijk ga ik ze steeds meer leren. Inderdaad, hoe het werkt met de macro's. Maar dan begin ik met de calorieën. Als ik ze al die losse componenten bij elkaar ga laten componeren, dan worden ze helemaal gek. Dat is veel te veel. Ja. Dus dan zeg ik, ga eerst maar zorgen dat je niet over die calorieën heen komt. Hè? Laten we zeggen 1700 calorieën. Dat is makkelijker. En vaak geef ik daarbij wel aan, ik wil dat je wel minimaal 120 gram eiwit neemt. Ja, dus je houdt eigenlijk een beetje die eiwitten. Ja, ze willen sporten, ze willen spieren opbouwen. Ja. Dus voor mij zijn die eiwitten vaak even de key. Het belangrijkste dat ik denk van, oké, hou die calorieën aan. En ga maar eens kijken of je kan zorgen dat je einde van de dag dat hebt binnengekregen. Okay. En dan gaan we de rest erbij. Hè? Dan voor vrouwen de vetten, vind ik heel belangrijk. Ja. Probeer ik altijd minimaal 50 gram vet te hebben. Want wij vrouwen, voor onze hormoonhuishouding, zijn die vetten gewoon nog belangrijker. Ja. Ook richting wedstrijd trouwens, mocht ik heel laag gaan met calorieën of koolhydraten voor dames, ga ik de vetten ophogen. Ja. Ja, want anders wordt het te weinig. En ja, als ik je hormoonhuishouding naar de klote help, echt niet. Dan ben je nog lang. Ja, weet je, ik zie dat wel vaak, dat mij er alleen maar op vis en broccoli zitten. Dat ik denk, en je vetten dan? Ja, waar staan je noten? Dat zijn de meisjes die vaak daarna ook echt wel menstruatieproblemen hebben en dat soort dingen. En ik vind dat de menstruatie over het algemeen gewoon door moet blijven lopen. Ja. Dat het een graadmeter is. Nou, ik vind het mooi dat je het mooi terugkoppelde. Hè, van als je wil afvallen, rustig verlagen. Piekmoment is piekmoment, daarna rustig omhoog. Ja. Eigenlijk als mooiste tip voor man en vrouw. Focus vooral op inname en eiwitten. Ik wil je bedanken. Ik denk dat het mooi is. Bedankt. Dat het wat je hebt uitgelegd. Ik hoop dat iedereen er wat aan heeft. Ik hoop dat het een beetje een logisch verhaal was. Ja. De eerste keer voor de camera. Nou ja, je doet het netjes. Ja. Nee. Nogmaals hartstikke bedankt. Waar kunnen ze je volgen? Weet je het weer? Instagram. @purecoaching.bymarieke. Nou, top. Mijn team Benji of Benji _VK. Nogmaals hartstikke bedankt. En ja, ik vond het echt een leuk gesprek. Tof, ik ook. Heel leuk. Misschien nog een keer, als we andere mensen nog meer vragen hebben op nog diepere dingen. Ik wou net zeggen, ga los. Ja. Wat willen jullie zien? Ja, ik kan een poseerles geven, bij wijze van spreken, met Carmen laten zien hoe poseren gaat. Ja. Training, whatever. Laat het maar weten. Dan kunnen we altijd nog een extra video maken. Vergeet niet te liken, te subscriben, alles erop en eraan. En vergeet vooral niet, goed eten, dikke arms. Dankjewel. Alsjeblieft. Jij bedankt. Tof. Ja. Leuk.